binnenlands luchtnet van de NLM, ging de Sabena op Brussel vliegen. Mevrouw Philips van Lennep stak de eerste spade in de grond voor het naar haar genoemde park. 27 april vierde de stad bescheiden feest ter ere van de geboorte van Prins. Minister De Blok tooide op 20 september onze ereburger-ingenieur Tromp met de versierselen behorende bij het commandeurschap in de Orde van Oranje-Nassau ter gelegenheid van diens 40-jarig jubileum bij Philips. Tweemaal was Prins Klaus op bezoek in onze stad, namelijk bij de Technische Hogeschool en het samenwerkingsorgaan Agglomeratie Eindhoven en eerder in het jaar bij de DAF, waar hij op de proefbaan een DAF-pony bestuurde. Op 26 april bezocht de koning van Nepal de MV Philips. En op 6 september sloot Eindhoven een vriendschapsverdrag met de Japanse stad Kadoma City. Voor het eerst recipieerde het college van BNW op nieuwjaarsdag in de stad Schouwburg. Gemeenteraadsleden waren er. De hoofdcommissaris van politie. De directeur van de Schouwburg. De later in het jaar met pensioen gegaande burgemeester van Oorschot. Ingenieur Philips. En tenslotte ook de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en mevrouw Witte. Op 30 maart werd het nieuwe gebouw van de coöperatieve Centrale Boerenleenbank officieel geopend met een feestelijke bijeenkomst in het auditorium van de Technische Hogeschool. Minister-president en minister van Financiën Dr. J. Zijlstra, die de openingsrede hield, deed zijn gelukwensen vergezeld gaan van een algemene analyse van het economisch leven in ons land. Waarnemend burgemeester Van Vliet feliciteerde niet alleen de Boerenleenbank, maar ook de stad Eindhoven met dit markante bouwwerk. Per bus vertrok men daarna naar het nieuwe bankgebouw. Op weg naar de 12e etage waar een feestelijke receptie werd gehouden. De heren Zijlstra en Van Kampen, Timmers, Goldschmidt en Van Lieshout, Zijlstra en staf. In de tot feestzaal ingerichte kantine waren marktkraampjes neergezet, waar zelfs de keuze der spijzen tot een feest werd. Waarnemend burgemeester Van Vliet opende op 10 maart de Grafische School Eindhoven aan de Karel de Grotelaan. De heer Van Vliet zei onder andere dat de school zowel in de industriële als in de dienstverlenende sector van groot belang is. Zij biedt de leerlingen tevens ruime mogelijkheden tot creatieve ontplooiing. Met de onthulling van een bronzen plastiek werd de school officieel geopend. De zetterij van deze nieuwe school, die als streekschool fungeert voor een ruim gebied en die bij de opening al bijna 500 leerlingen telde. Toekomstige drukkers aan de arbeid. ...27 mei bracht burgemeester Witte, na een ministerschap van bijna 5 maanden teruggekeerd in onze stad, met een druk op de knop de nieuwe rotatiepers in het nieuwe gebouw van het Eindhovens Dagblad in werking. Als technische stunt rolt een krant van de pers waarin reeds een foto is afgebeeld van de begroeting van de burgemeester een uurtje eerder. Op 9 september was de markt het centrum van een middeleeuws feest ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Sint-Catharina-kerk.
De bereden politie was voor het eerst officieel in dienst. 15 Catharina-gilden gaven aan het feest kleur en beweging. Onder het kritisch oog van bietfeestbezoekers toonde Jan van Doren, een van onze beste vendelaars, zijn acrobatische kwaliteiten. Zaterdag 12 september, niet de warmste van de vele zomerse dagen van dit zonrijke jaar, werd op het Eurostrand een kinderfeest gehouden. Stiefbeen, schatgraver van professie, was erbij toen honderden kinderen op het wijde strand aan het graven sloegen. Sommigen met succes, allen met enthousiasme. Zeilwagenraces van de werktuigkundige studievereniging Simons de Vin op Welschap onder het wakend oog van Dr. H. van Doorne. Een attractief evenement in het kader van de tweede lustrumviering. Spectaculair, maar niet gemakkelijk. Studentenfeest ook op de markt. Speenvarkens en Schotse rokken rond studentenbenen bij dit eetfestijn. De tuna van het organiserende Eindhovense studentenkoor zong rustig en een beatband speelde ritmisch. Het ging ook hip toe in het Van Abbe Museum, waar zaterdag 2 september een lavin werd gehouden. Orgelklanken, maar vooral bloemen en lief zijn voor elkaar. Wereldtheaterdag bracht duizenden bezoekers in de stad Schouwburg. Er was beatmuziek, maar ook de rust van de kleedkamers. De geheimen van het enorme toneelhuis werden ontsluierd. In de Globe repeteerde ensemble en men mocht ook hier vrij in en uitlopen. Zondag 12 maart kon iedereen bij Bach op de koffie komen in de foyer van de Schouwburg. Het Eindhovens Kamerkoor en het Eindhovens Barokensemble zong en speelde in een ongedwongen sfeer. Aan het begin van het nieuwe speelseizoen werd het Baliefeest van de Schouwburg ingeschoten door actrice Anne Wil Blankers, wat zoveel rook ontwikkelde dat zelfs carnaval even in nevelen werd gehuld. Maar toch niet zo hinderlijk dat het ceremonieel protocol, voor het eerst in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van het gemeentebestuur, wethouder Van der Harten, erdoor in rook opging. Toen begon de optocht, waarin allen het min of meer recht hielden. Grote carnavalsvreugde, ook bij de bejaarden in Strijp, waar prins Trocadoris en zijn hele gevolg het succes van het feest waren. We zullen misschien allemaal wel zo oud worden als de Sint-Katrien, die wat vrijer kwam te staan door de afbraak in de Kerkstraat. Afgebroken werd ook, en het puin deed in de stad nogal wat stof opwaaien, het oude stadhuis in de Rechterstraat.
Maar het nieuwe geeft de binnenstad alweer een nieuw accent in de skyline. Daarin gaat het gemeentebestuur zetelen, dat een mini-oplossing vond in de Rechterstraat. En ook bezig is met het plan van de architecten van de Broek en Bakema voor een grootsteeds nieuw centrum. Ook de Dela ziet toekomst in deze levende stad. En het nieuwe belastingkantoor wordt bijna even hoog als de belastingen zelf. De Bijenkorf gonst nog van de bouwvakkers. Maar zo zal het daar op het 18 septemberplein worden. De nieuwe entree van het nieuwe Woensel. Waar de landmeters drukdoende zijn. Waar mankracht en bulldozers de weg banen voor vele nieuwe woonwijken. Waar de boerderijen en de boeren verdwijnen. Ja, op een gegeven ogenblik toen die werkers hier aan huis aan de gang gingen om die sleuf te graven voor dat riool en die appelboom die weer gelijk hebben gedaan, toen heb ik daar wel eens mee bij staan kijken en dan, ja, dan denk je wel bij wagen, maar is toch eigenlijk jammer dat ik al die jaren op gewerkt heb, dat er nou zo weg moet gaan. Ja, maar daar is helemaal niks aan te doen, hè. De mensen die moeten ook wonen en het één belang, dan moet ik voor het ander gaan wijken. 25 hoeren die op den duur aan gelijk zullen moeten verdwijnen hier. Er zitten er op het ogenblik zitten er eigenlijk nog maar twee die nog zo'n beetje uit de weg kunnen wat de boerderij betreft. En ik ben ook van Aremoei. Een ander waar gemoed, ik ben melkboer geworden. Waar andere boeren geld voor hun laatste eieren kiezen. En waar de herinnering aan het fruit van de verdwijnende boomgaarden in de straatnamen wordt bewaard. In Woensel zijn nu bijna 3000 huizen in aanbouw. En in de komende 10 jaren zullen er nog 18.000 gereed komen. Dit stadsdeel zal in de toekomst 150.000 inwoners tellen, zodat verhuizers hier nog wagens vol werk hebben. De winkelbouw en de voorzieningen in de verzorgende sector kunnen de snelle woningbouw niet bijhouden. Mobiele winkels geven een voorlopige oplossing. Muziek in Woensel. Op 12 april opende wethouder Timmers een van de twee nieuwe markten in Woensel. Ik hoorde zeggen dat het gemeentebestuur alleen maar met politiebegeleiding naar Woensel durft te komen, omdat we hier zoveel nog niet gedaan hebben. Ik kan u verzekeren dat we ons uiterste best doen om de voorzieningen in de verzorgende sector zo snel mogelijk ook hier in Woensel gerealiseerd te krijgen. De stadsrondritten met toelichting die de gemeente organiseert, ondervinden grote belangstelling. Hier zijn we dan in Oudegracht, waar onlangs het winkelcentrum aan het Cassandraplein is geopend. Hierin zijn onder andere twee grote supermarkten ondergebracht. Behalve aan winkels is er natuurlijk ook aan onderwijs gedacht. Er zijn diverse lagere scholen en hier rechts krijgt u nog juist even een kijkje op de kleuterschool. Door deze woonwijk heen loopt een oude dommeltak, de Oudegracht. Waarnaar dit plan genoemd is. En dit is dan de Thomaskerk, die dit jaar in gebruik genomen werd. We komen hier dan in de Muzelaan, waar u een voorbeeld ziet van het streven naar variatie in de woningbouw door afwisseling van hoog- en laagbouw. Ook uit de lucht biedt de stadsuitbreiding een boeiend beeld. We vliegen boven de Kennedylaan, de nieuwe verbindingsweg met Som. Vliegend in de richting van Som zien we de nieuwe woonwijk Oudegracht, waar de uitgegraven dommeltak doorheen loopt die we al eerder uit de bus zagen. Sinds 1965 zijn hier ongeveer 2000 huizen gereed gekomen. Vele particuliere bouwers hebben vooral in deze wijk een eigen woning kunnen realiseren. Onder in het beeld de voortzetting van de Oudegracht. Tussen deze hier en daar verbrede gracht en de Kennedylaan op de achtergrond
ligt hier de bijna voltooide woonwijk Eckart, waar ruim 1700 huizen gebouwd zijn. Op de achtergrond de nog in opbouw zijnde wijk Vaartbroek, die tot aan de gemeentegrens met Son loopt. Hier zijn of worden ongeveer 2400 woningen gebouwd, allen, en dat is typerend voor deze en andere nog te bouwen nieuwe wijken, voorzien van centrale verwarming. We vliegen parallel aan de van ouds bekende Woenselse straat, die in de nabije toekomst als verbindingsstraat met Son komt te vervallen. Deze functie is reeds grotendeels overgenomen door de Kennedylaan. Hier is ruimte gereserveerd voor een nieuw ziekenhuis dat het binnenziekenhuis zal vervangen. En voor een groot nieuw centrum voor dit snel groeiende stadsdeel, het zogenaamde subcentrum Woensel. We zien de Vlokhovense kerk in het beeld verschijnen, te midden van de nieuwe wijk Vlokhoven, die aan weegszijden van de Woenselse straat aan het groeien is. Een aantal van de 1800 woningen is reeds voltooid. Bij de Monseigneur Beckerslaan begint de nieuwe woonwijk De Tempel, waar nu het winterse weer de bouwactiviteiten stagneert. Enkele boerderijen zijn hier gesloopt, de akkers en de weilanden zijn bouwrijp voor ongeveer 1700 woningen, waarvan een aantal, zie de pijpvormige zijstraten, aan rustige woonhoven gebouwd zal worden. Het stratenplan grenst aan de gemeente Son. Aan de Sonse zijde van de gemeentegrens ligt de zogenaamde Philipswijk. Een typisch in een cirkel gebouwde wijk uit 1928 voor families die wel bij de NV Philips wilden werken, mits ze hun agrarische bezigheden in hun vrije tijd mochten voortzetten. De groeiende stad nadert nu ook deze indertijd ver van haar gebouwde nederzetting. En vele van deze agrariërs zullen hun dubbele leven moeten staken. Van Woensel naar Gestel. Een luchtopname van het Genderdal en het hieraan gelegen gemeentelyceum. Het centrale belastingkantoor torent hier hoog boven de lage huizen uit. Als u over het Stadswandelpark en de Sint-Joriskerk vliegt, krijgt u dit beeld van de stad Schouwburg. Het nieuwe stadhuis dat zijn hoogste punt bereikt heeft. De 100-jarige Catharina-kerk. Op de voorgrond Hotel Cocagne en het binnenziekenhuis. Op de achtergrond de Philipsfabrieken. Het station en het 18 september met de in aanbouw zijnde Bijlkorf. Aan de Woenselse zijde van het spoorwegemplacement komt het centrale busstation. Hier op de Fellenoord groeit een belangrijk knooppunt van invalswegen, zoals de Bosdijk, de Maarschalk Montgomerylaan, de Kennedylaan en de nieuwe weg naar Helmond, met vrije kruisingen voor autoverkeer, voetgangers en fietsers. Twee ruime parkeerterreinen zijn al in gebruik. Aan dit nieuwe verkeersplein komt bebouwing van Allure, waarvan de Boerenleenbank het begin is. Eindhoven is volop bezig een stad van Allure te worden.